Hallo en welkom in een nieuwe week waarin dat ik eventjes met jou ga stilstaan bij het thema boosheid als uiting van disbalans. Disbalans in jouw welzijn en meer nog eigenlijk in jouw emotionele welzijn. Um, nu dat de wereld aan het veranderen is, komt heel veel boosheid en heel veel emoties, ongeremde emoties naar boven. Maar wat is nu eigenlijk de ware betekenis van boosheid? Sommigen zien boosheid um, als een gevolg van gebrek aan zelfcontrole. Um, en veel te lang werd dat gezien als iets wat niet kan. Als een teken van zwakte, een teken van dus een gebrek aan zelfcontrole. Um, maar boosheid is eigenlijk een emotie die jou ook iets vertelt over waar dat er nog disbalans is in jouw emotionele welzijn. Waar je dus met andere woorden nog niet in balans op het vlak van je emoties, van je emotionele gezondheid. Um, en dan kan je eigenlijk jezelf de vraag gaan stellen van waar heb je te lang over je grenzen laten gaan? Uh, hoe komt het dat jij te lang niet gereageerd hebt op het onrecht dat in jouw leven zich voordeed? En ook dat thema zien we eigenlijk nu ook op collectief vlak gaan gebeuren. Want het is nodig dat we alle boosheid gaan uitzuiveren die niet alleen in onszelf zit, maar die eigenlijk ook voor een afkomstigheid uh, is uit karmische lenen. Het is tijd dat pijn en hartzeer voortkomende of eigenlijk nog als erfenis uh, vanuit uh, onrecht uit vorige levens, slavernij en machtsmisbruik geheeld wordt, zodat het ons niet langer op een negatieve manier gaat gaan beïnvloeden en dus eigenlijk ons nog onder controle houdt. Ons nog. Um, in het systeem houdt, waarin dat we eigenlijk allemaal willen gaan uitbreken. Boosheid bekeken vanuit je eenheidsbewustzijn um, helpt eigenlijk om boosheid beter te gaan begrijpen. Wanneer je kijkt naar de situaties waarbij je boosheid voelde of voelt, dan zal je zien um, dat dit vaak over situaties gaat waarbij, waar jij zelf niet in je kracht stond. En hierdoor gaf je eigenlijk te weinig aan aan anderen, en ook aan jezelf, waar dat je grenzen liggen of lagen. Of, het kan zijn dat je zo hard vertrouwde in de kennis en de wijsheid van de andere persoon, een andere partner, een, een ouder, een leraar, een beleidsmedewerker, iemand van de overheid, of een minister, of maakt niet uit. Maar dus iemand waardoor je de verantwoordelijkheid over jouw leven uit handen hebt gegeven. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Dus eigenlijk, op dat moment is die boosheid die je voelt ook verbonden met jouzelf. Nu, met betrekking tot de grotere collectieve verschuivingen die nu plaatsvinden, gaat het vooral om het beseffen dat we als mensheid veel te lang onze blinddoeken hebben aangehouden. Zolang dat niet met onszelf gebeurde, lag niemand er wakker van. Maar, dergelijke houding kunnen we niet langer aanhouden. Het voelt niet meer oké okay om weg te kijken van onrecht. En doordat er meer en meer mensen bewuster worden en dus eigenlijk dat in eenheidsbewustzijn gaan integreren, kunnen we niet anders dan te gaan reageren. We zijn immers allen één. Onrecht aangedaan aan één iemand aan de andere kant van de wereld heeft invloed op de mensheid als geheel. Een ander voorbeeld, milieuvervuiling in het noorden van de aarde heeft sowieso invloed op het leven in het zuiden. Want we zijn met alles en iedereen verbonden. En net dat besef, het zijn met allen, het eenheidsbewustzijn, komt meer en meer ook in de realiteit van elke mens. Het toont zich ook veel meer in de 3D-wereld. Dus het blijft niet meer zo een, een hocus-pocus, uh, een droomwereldgedoe. Het komt ook meer en meer tot uiting in onze realiteit. En zolang dat je niet wakker bent, ga je misschien inderdaad nog kunnen wegkijken en zeggen van, ach ja, uh, het is niet met mij gebeurd, ik heb er gelast van. Maar een wakker mens voelt het onrecht alsof het iets is dat ze zelf ervaren of meemaken. En ook al zie je het grotere geheel en alles wat er gebeurt in jouw leven of in het leven van anderen, dan nog ga je voelen um, dat een andere manier van leven echt wel aan de orde is. Dat het echt wel tijd is om inderdaad die boosheid te uiten. Want uiten hoe dat je je voelt is goed. Of dat je nu boos, verdrietig, ontgoocheld, blij, enthousiast, onzeker of welke emotie dan ook voelt, elke emotie heeft een boodschap voor jou. En elke emotie vertelt jou weer iets over je ziel en waar je staat in je zielsontwikkeling. Door elke emotie die boven komt te gaan herkennen en te gaan luisteren naar wat, het, naar wat die emotie jou wenst te vertellen, ga je weer verder kunnen groeien. Je zorgt ervoor dat de verdrongen emoties eigenlijk weer naar boven komen. Je laat ze niet langer in de schaduw van je ziel of van je zin liggen. Je verdringt ze niet langer. Maar je brengt ze in het licht en geeft ze liefde voor wat ze zijn. En hierdoor kunnen ze jou niet langer negatief beïnvloeden. Wellicht herken je het wel, uh, het voorbeeld dat ik nu ga geven. Uh, er is een, een dag, een moment dat je eigenlijk niet zo goed in je vaal zit. En je beweet dat wel en je beseft dat wel van jezelf. Maar dan gebeurt er iets of iemand anders zegt iets heel onbannulligs tegen jou, waardoor jij uitvliegt tegen die persoon. Nadien, wanneer je gekalmeerd bent, ga je merken dat de manier waarop je gereageerd hebt eigenlijk niet in verhouding was met hetgeen dat er werkelijk gebeurde. Nu, boosheid uiten is gezond. En uh, dat helpt je niet alleen om de spanning los te laten, maar ook om bewust te worden van de gevoelens die onder die boosheid schuilen. Vaak ligt daar verdriet onder. Weinig zelfvertrouwen, weinig zelfwaarde, ontgoocheling, falangst. Dat kan allemaal onder die boosheid liggen. En door je boosheid toe te laten, kan je ook ontdekken van waar dat de boosheid komt. In het geval van mijn voorbeeld, waarbij je eigenlijk niet in verhouding gereageerd hebt, kan het bijvoorbeeld zijn dat je gewoon al enkele dagen over jouw grenzen aan het heen gegaan bent. Dat je eigenlijk altijd maar bleef gaan, bleef gaan, bleef gaan, waardoor je Eigenlijk moet je toegeven dat je zelf uitgeput bent. En daardoor eigenlijk niet op een gepaste manier kan reageren. Dus niet vanuit de balans gaat gaan reageren, maar eigenlijk vanuit je disbalans gaat gaan reageren. Nu, je boosheid uiten is eigenlijk ook totaal verschillend dan agressiviteit. Agressiviteit richt zich meestal tot andere mensen. En, uh, ga je zien in het, uh, fysiek geweld, maar ook in het, stukmaken, stuk maken, het uh, vandalisme, Um, echt het, het, het verkeerd kanaliseren van die boosheid en hierdoor andere schade gaan berokken. Boosheid uiten komt eigenlijk voort uit een verlangen naar je, van, je, van je ziel, een, verlangen, een zielsverlangen naar het bevrijden van oude lasten. Het bevrijden van oude gedragspatroon, het bevrijden van onderdrukking. Het is een signaal van je ziel om meer vrij te zijn. En hoe meer en meer je gaat gaan leven vanuit je hartenergie, en dus eigenlijk vanuit een hoger bewustzijn, hoe eenvoudiger het zal zijn om meer evenwicht te krijgen in je emoties. En dat daarom is het erkennen van die boosheid die er nog zou zijn, belangrijk om verder te groeien tot emotioneel welzijn. Want om dan de lijn door te trekken, emotionele vervulling kan ook niet 100% in je leven komen wanneer je nog emoties zoals boosheid onderdrukt. En, en daarom gebeurt dit ook allemaal op grotere schaal op dit ogenblik. Zolang dat we als mensheid niet erkennen waar dat we eigenlijk veel te lang, veel te laks geweest zijn, um, dat we over ons hebben laten lopen, zo, um, gaan we ook niet kunnen groeien naar die emotionele vervulling, naar die eenheid waarin dat we eigenlijk allemaal naar groeien zijn. Met als doel dat we als mensheid ook kunnen evolueren naar die hoogontwikkelde zielen dat we allemaal zijn. Agressie komt vaak voort uit onmacht. Uit het gevoel slachtoffer te zijn van alles wat er in leven gaande is. Ik, uh, het mooiste voorbeeld is eigenlijk wanneer je kinderen ziet uh, in een terecht terechtkomen. Of er gebeurt iets waarbij dat ze zich eigenlijk ook een stukje slachtoffer voelen. Of waarbij dat er een stuk onrecht aan gedaan wordt. En ze kunnen zich niet meer uiten met de woorden dat ze kennen. Omdat ze... Op dat moment misschien nog te weinig woorden kennen, of ze weten niet meer hoe dat ze, wat dat ze voelen moeten uiten, dan ga je zien dat ze eigenlijk uh, gaan grijpen naar fysieke, een fysieke manier om de bovenhand weer te krijgen over de situatie. En dat is dan niet omdat ze op dat moment agressief zijn, maar dat is gewoon omdat ze op dat moment eigenlijk niet meer weten en niet meer de tools hebben, niet meer geen handvatten meer hebben om hetgeen wat ze voelen te gaan uiten op een respectvolle en een rustige manier. En uh, dat is hetgeen wat we eigenlijk ook als mensen mogen gaan leren. Dat, uh, en dat het eigenlijk ook gemakkelijker en makkelijker gaat gaan. Naarmate dat je bewustzijn verhoogt, ga je ook weten, voelen, zien en horen dat je geen slachtoffer bent. Maar eerder een krachtig wezen dat aan het leren is hoe dat hij zijn werkelijkheid kan vormgeven voor zijn hoogste goed. En het uiten van elke emotie hoort daar ook bij. Dus hoe dan ook, wanneer je boosheid voelt opkomen, uit het dan op een respectvolle manier. Maar vraag je ook af van waar dat die boosheid vandaan komt. Uit niet enkel je boosheid. En dan uh, ga er dan vanuit dat het oké okay is. Nee. Wat toont het jou? Wat toont die boosheid jou? En ga dan nadenken. Ga zitten met jezelf en ga naar binnen. En vraag jezelf af van oké, okay, hoe kan ik nu mijn situatie gaan transformeren? Hoe kan ik mijn situatie gaan verbeteren? Zodat het eigenlijk uh, mijn beste leven ooit kan gaan vormgeven. Zo, en zoals altijd. Uh, ik hoop dat dit jou weer een aantal inzichten heeft meegegeven, meegebracht, uh, gebracht. Zodanig dat het jou weer verder helpt op jouw pad, op jouw uh, spirituele ontwikkeling. Mocht je hulp en ondersteuning nodig hebben, dat weet je mee te vinden. Uh, en op de website kan je zien op welke manier dat we kunnen uh, samenwerken. Zo. Tot in een volgende video of podcast. En uh, ik wens jou vast een fantastische week. Daag!